I see me in an endless row of chairs, undoing the existence of the ones before. My work is non-work. Ik heb voor mijn onderzoek vorig jaar een half jaar meegewerkt in de vliegtuigschoonmaak en op dit moment ben ik werkzaam als bakkerrunner in de beveiliging. En daar schrijf ik niet alleen wetenschappelijke artikelen over, daar schrijf ik ook gedichten over. Als je kijkt naar sociale wetenschappen, dan bestuderen we dus mensen, hun gedrag, hun ervaringen. Als je kijkt naar de wetenschappelijke tools die we daarvoor hebben, dan wordt eigenlijk heel erg benadrukt dat je als onderzoeker zelfstandelijk, objectief mogelijk moet blijven. Ik geloof daar niet helemaal in. Ik denk dat zeker wanneer je onderzoek doet naar gemarginaliseerde groepen, de emotionele kant een heel belangrijk deel is van onze ervaringen. En om die beter te kunnen vatten, denk ik dat meer creatieve onderzoeksmethoden een hele belangrijke rol spelen. En dat is waarom ik gedichten gebruik. Ik onderzoek het concept inclusie. Ik kijk naar de mogelijkheden en beperkingen van inclusieve organisaties. Je ziet dat inclusie echt een modewoord is geworden. Iedereen gebruikt het, zowel in de praktijk als in de wetenschap. Maar wat houdt het nou eigenlijk precies in? Als je ziet wat er al over bekend is, dan zie je dat het zich vooral richt op de hogere posities, op de vraag hoe krijg je nou meer vrouwen, meer mensen van kleur op die posities. Maar waar ik benieuwd naar ben, is juist kijken naar die organisaties waar al heel veel diversiteit is en hoe zij daar vervolgens mee omgaan. En dan zie je het bijvoorbeeld terug bij de organisaties die wat meer aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn, zoals in de vliegtuig schoonmaken of in de beveiliging. Ik doe etnografisch onderzoek. Dat betekent dat ik echt meewerk in organisaties. Dus ik werk mee als schoonmaker en tegelijkertijd observeer ik wat ik zie gebeuren. Dus wat mij opvalt, hoe er leiding wordt gegeven, hoe er om wordt gegaan met diversiteit. En tussendoor maak ik daarvan notities en die werk ik dan later uit in de trein en thuis. En ik probeer natuurlijk zoveel mogelijk gesprekken te voeren met mijn collega's daar. En dat doe ik allemaal niet undercover. Ik maak mezelf bekend als onderzoeker en werknemers weten ook dat ik daar zowel een schoonmaker ben als een onderzoeker. Wat mij het meest opvalt aan dit soort organisaties is dat er minder één dominante norm is. Dus er is minder één dominante groep waar je heel erg toe moet aanpassen. Maar doordat er zoveel diversiteit is, is er ook meer ruimte voor verschil. Meer ruimte om af te wijken van de norm. Deze groep wordt eigenlijk nooit bestudeerd. Dat is denk ik heel erg jammer, want ik denk dat we heel veel van ze kunnen leren. Want hier is ruimte voor echt voor diversiteit. Tegelijkertijd denk ik dat het ook heel belangrijk is om juist de stem van deze mensen te laten horen en meer invoelbaar te maken wat het betekent om onzichtbaar te zijn in onze maatschappij. You see me as a tool that's malleable, exchangeable, even if not disposable. But without me, you are nothing. Faces of Science.